Tijdens de eerste week van de paasvakantie kleurt Heuveland oranje en blauw. Van over heel West-Vlaanderen zakken toekomstige KSA-leiders naar de Westhoek af. Dat doen ze voor de paascursus van KSA Noordzeegouw. De paascursus is eigenlijk onze animator- en hoofdanimatorcursus. En dat is eigenlijk een soort opleiding voor wie leider of leidster wil worden. Ze zijn met meer dan 400, 300 cursisten en 100 stafleden. De bevolking van Heuveland groeit daardoor een weekje lang met 5%. En nu zijn we maar een hele grote groep. We zijn met een 320 cursisten en dan een kleine 100 stafleden die alles in goede banen leiden. Dus ja, we hebben er meestal niet zoveel. Het huisje zit echt helemaal vol. Ik vind het chic dat je die gasten hier iets kan laten bijleren. En dat ik echt zie dat ze ermee weg zijn. Dus dat is tof. Ik vind het eigenlijk wel tof achter al die jaren in de KSA te zitten, zo daarover leren en ja, leider worden. Ja, een keer terug doen voor de KSA. Het is ook altijd chic omdat je weet van vroeger had ik plezier met mijn leiding en nu kun je dat plezier aan je kindjes geven. Eten stop nu maar met eten. Het is wel zo dat er per cursus nog een viering is. Het is zo dat dat wel nog belangrijk is voor ons. We zijn daar ook wel trots op dat we die waren en zo nog meedragen. Maar het is uiteraard niet zo dat eigenlijk het belangrijkste is in KSA. Wij vinden KSA dat dat eigenlijk iets is waarin je jezelf moet kunnen ontplooien. Als lid, maar ook als leider of als leidster. En dat is eigenlijk een beetje ja, de school van het leven, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Je wordt echt iemand anders in de jeugdbeweging. En dat is meestal wel heel positief. Je leert delen, je leert samenwerken. En je leert ook omgaan met de groep en verantwoordelijkheid. Dus wij vinden dat wel super belangrijk.